silence is loud. You just give me a... Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is alweer dinsdag. Gisteren ben ik de hele dag bezig geweest met werk, 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 werk. Boring. Nou, vandaag ga ik vanmiddag werken, maar nu in de ochtend ben ik even lekker vrij. Ik heb leftovers. Zo, gaat het even niet. Ik heb leftovers van de lasagnesoep. Ik heb hier een TikTok over gemaakt. Dit is zo fucking lekker. Ik ga even een beetje een hapje nemen. Ziet er echt uit. Nou, dat gaat helemaal nergens over. Maar ik heb dus een TikTok van gemaakt. En het is eigenlijk gewoon een soort lasagne, maar dan in een pan. Een soort pasta is het eigenlijk. Maar het smaakt wel echt naar lasagne. Mmm. Ik weet niet wat het zo lasagne-achtig maakt. Maar het smaakt meer naar lasagne dan naar pasta. Ja. Gewoon door die room ook of zo. Mmm. Holy fuck. Ik heb het zo lekker gekruid. Ik heb echt mijn best gedaan. En het is gewoon echt heel lekker. Ik zou het echt namaken. Ik ga het echt vaker maken. Het is ook veel makkelijker als lasagne. Ja. Ik neem dit nu even als lunch. Want anders ga ik het toch weer nooit opeten. Ik ga zo dus even werken. Zoals ik in de vorige weekvlog heb verteld, als je die week nog niet hebt gezien, ga ik dus stoppen met werken bij Habs. Habs & Lewis is het bedrijf, marketingbureau waar ik werkte. Wat ook mijn agency is. Maar Habs & Lewis is dus ook mijn agency als influencer. De vorige weekvlog heb ik het helemaal uitgebreid verteld wat, waarom en hoe. Dus dan moet je dat even checken. Maar ja, ik heb nu nog 3 weken dat ik hier ga werken. Het voelt zo unreal. Het voelt zo raar. Maar het voelt wel als een goede keus. Ja, mijn leven gaat er heel anders uitzien. Wat dus ook betekent dat ik veel meer tijd ga krijgen voor het vloggen. En dat vind ik wel echt heel leuk. Want ik vlog nu heel vaak snel even tussendoor. Maar ja, dan wordt mijn fulltime baan gewoon influencer. Dus dan kan ik even leuke vlogjes maken voor jullie. Veel leuker. Ik vind het nog steeds bizar eigenlijk om te bedenken dat mensen mijn vlogs kijken. Ik denk altijd, wat doe ik? Zeg maar, wat doe ik in een week? Ik doe echt niks bijzonders. Mijn leven is echt niet bijzonder voor mij. Nou, het is wel bijzonder, maar ik bedoel, nee. Gewoon, wat is er bijzonder aan om naar mijn leven te kijken? Dat snap ik niet. Ja, ik vind het gewoon heel bizar om te beseffen. Maar ja, toch wel echt super lief dat iedereen die mij nu nog steeds support, nog steeds na al die jaren. Jullie zijn echt real ones, I love you. Het is echt bijzonder hoor. Dus weet dat ik echt heel veel om jullie geef en dat ik er echt bizar dankbaar voor ben. Gewoon. Wat jullie voor mij doen. Dat ik gewoon letterlijk dit mijn fulltime baan kan maken, ja. Het is toch de fucking dream. Letterlijk. Dat is echt de dream. Maar goed, ik ga even mijn lasagne soep. Het is eigenlijk meer gewoon een soort pasta. Het is helemaal geen soep. Maar. Ga ik even opeten. Zo lekker. Ik zou er wel 5 borden van kunnen eten. Gaan we niet doen. Het is al een cheat meal dat ik dit tussen de middag ga eten. Vanavond ga ik trouwens naar de film, naar Anyone But You. Echt heel veel zin in. Ben heel benieuwd. Het schijnt helemaal leuk te zijn. Dus, nou. Very excited for that. Hallo iedereen. De duo Hello. Is terug eigenlijk. My brother. Oh, dat had ik gezegd. Wat? Want mijn broer dacht dat wij... Wij zijn echt twins, hè? Kijk. Heel vaak mensen zeggen dat we zusjes zijn. Dat ze elkaar lijken. Wow. What do you think? Ik ben zo weird. Ja, Partijen, ik ook. Hè? Met deze ik ga weer camera. Even naar de zonnebank. Ik heb wel... Dit is het. Wat is het? Oh, skins. Nee. Oh no, Narciso Rodriguez. Nou, ik heb deze van Char. En ik like, wat is deze smell? Wat is deze smell? Die parfum. Heel lekker. Niet normaal, van Parfumado.
We love parfumatic. Oh, letterlijk op mijn haar. Oh. Kut, sorry. Dan ruik je haar lekker. Ik zie het niet goed uit. Het is heel donker. Dat zie je? Roze. Kan je dat zien? Oh ja. We love. Oh. Okay. Hoop. We love, maar we hebben lekker gegeten. Zo, we hebben zo lekker gegeten. Maggie had gekookt. Dit is echt mijn favoriete recipe. Op, ja. Ja, zo van avond. Ja. Kip nuggets, zelfgemaakt. Ja. Broccoli en aardappeltjes. Uit de oven. Ja, uit de oven, die broccoli en kip en die aardappeltjes van die airfryer, maar... Wat was dat? Cecile, denk ik? Ghosts. Nee, don't make me... Oh, fucking. Thank God. Maar als je geen airfryer hebt, ik ga het wel in de oven doen. Oh, hello. Hey. Oké, maar super gezellig. Waar ga je heen? Anyone but you. Dit is echt mijn tweede keer, hè? Ja, Maggie is letterlijk vorige week zaterdag geweest. Ja, met mijn echtgenoot. Maar Sarah, like, ik wil echt super heel graag naar de movies gaan. Maar ik, oké, nou, ik kan wel mee, hè? Maar vind je niet kut om twee keer te zien? No! It's so good! Hallo, Glenn Powell. Dat is die gast. En Sydney Sweeney. Dat is die cheeky van Euphoria. Ja. Oh. Heb je Euphoria ook gezien? Ja. Ik vind het een beetje gek, hè? Ik ook. Ik beetje raar. Ik vond het een beetje raar of zo. I don't know, maar die movies... Ik moet niet mijn bril vergeten. Ik ga nu van vragen. Ja. Als doe dan... maar wel, lekker op je gezicht al. Maar... Ik doe... Gewoon waar is mijn tas? Ik zag in mijn scooter. Maar je lappie? Ja. Dat kan echt niet. Nee. Oh mijn god, we zijn lekker bij de film. En we hebben een mix zoet en zout popcorn en lekker M&M's. Oeh. I cannot. Mega zin. Wow, mijn neus is gewoon helemaal rood. Zo koud. Het is zo koud. Het is gewoon echt een joke. Het schijnt heel slecht te zijn, hè? De nieuwe Mean Girls. Jammer de pammer. We gaan met die banaan. Banaan? 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 Welke zaal? 6. Dus wel. Zo, hoe weet je dat? Ik heb een kaartje lezen, zo. Weet je? Nee. Nom, 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 nom. Goedemorgen, maat. Vandaag woensdag. Gisteravond was de film. Was zo... leuk. Oh mijn god, de film was zo leuk. Het was echt grappig, romantisch. Leuk verhaal. Echt een aanrader. Echt heen gaan. Het is echt heel leuk. Ik ga nu weer een ochtendje naar kantoor. En vanavond ga ik gezellig een nachtje weg met Stan. Dus daar heb ik heel veel zin in. Guys, oh my god. Ik heb vandaag gewoon niet gevlogd. Het is donderdag. En... wanneer zag ik überhaupt de laatste keer dat ik heb gevlogd? Ik ben weer helemaal off the grid met mijn hoofd. Ik weet niet waar ik allemaal ben, maar echt overal nergens. Ik moet even mijn leven op orde krijgen. Maar ik ga nu sporten en daarna ga ik gezellig eten bij Thomas. Dus daar heb ik heel veel zin in. Oh my god, guys! Ik ben bij To. Bij zijn nieuwe huisje. Maar ik ga hem even laten zien hoe het pretty is. Bij deze saaie hoek. Ja, daarom. Ik ga even laten zien hoe mooi het is. Ik kan nu echt bijna niet meer tegen. Oh, oké. Ga maar eerst... Hey! Laatst gooit dat ding in het plafond. Nee. Zit er een gat? Nee. Oh. Nee, we zijn lekker borrelen. En Maxi, die heeft zoutensoep gemaakt, toch? Ja. En ik heb dat dus nog nooit op in mijn leven. En ik ben dat echt... ja, ik wil dat. We gaan echt smikken, hoor. Ja, dat ben ik niet normaal. Maar kijk hoe leuk ja, Toos huis is. Ja, een beetje met al die dingen nog. Mag ik eigenlijk alles zien? Geef ja. Eens even een room, een huis. Heb je het net opgeruimd? Ja. Ja. Zo, so, give me a tour. I wanna know. Okay, nou, Welcome to my crib. Welkom, oké, kijk. Nou. Hier kom je binnen, zo. Ja, hier kom je binnen, dit is mijn private stairs. Dan hebben we de bathroom. Die is so pretty. Oh, ja, maar dit wil je toch? Ja, wie wil dit niet? Ja, maar hier kun je ook gewoon een heerlijke content in opnemen, eerlijk. Nou, nee, dat is kut, want je hoort die afzuiger. Hoor je dat? Ja. Hoor je dan als je zegt, ik had een get ready. Ja, dan moet je alleen voice over of zo, maar ja. Ja, nou, dan. Ja, wel heerlijk. Ik weet niet of dit een mes is. Nee. Ja, ja. Je hebt ook gewoon nog een extra kamer, dat is zo relaxed. Kijk, ik zie hier één kledingkast vol. Hou je bek. Dan heb ik hier de volgende kleding. Ook gewoon dezelfde.
Ja, en dan nog allemaal hier. Jeez. Al mijn kapten en zontassen. Oh, big ambassadorships. Ja. Ja, maar dit. En dit is mijn beauty hook. Dit is zo nice. I love it. Dit is een flexiespot, toch? Ja, kijk. Woep. Ja hoor. Ja, ja. Nou, dus heerlijk. Dit is de get ready with me ja. Kamer. Ja, get ready with me. Dan hebben we hier de bovenkant. Oh, dit ben ik, dit ben ik. Oh mijn god, ik schrik me dood. Dit is de living room. Kijk, ik heb allemaal nieuwe kussens. Oh, maar... waar is je bang van? Beekamp. Echt? Dit gaan we oh. Hele slechte bedoeling. Ja, dit heb ik ook gehad bij mijn Weekamp bank. Weekamp bank. Vrezen. Ze zijn ook van Weekamp. De oh. Hoesjes, de inhoud is van de blokker. Cute. Vandaag binnengekomen. Ja, en leuk die lampen en zo. I love it. Ja, dat heeft hij allemaal gedaan. Echt? No way. Ja, dat heeft Max gedaan. Die heeft ja, maar Max is echt een legend. Een babbetje. Ja, en dit is ja, dit vind ik echt leuk. Lekker appel. Oh, voor de oud en nieuw, voor kerst gekregen. Kijk, met mijn eigen Maya ja! Agency. Die heel is zo cute. Leuk. Ja, en hij heeft dus een heb jij A1 Etikiel, ja? Ja, ik heb vorig jaar een keer een Kardashian pakket gehad van mij. Oh. Maar kijk, cool. Deze zijn mooi, maar deze kun je niet dimmen. Dus ze zijn veel sterker. Oh. Yes. Het zijn de verkeerde spotjes. Ja. Maar als je ja. Dit kan dimmen, is het echt een vibe. Oh, oh wow. Wat? Oké. Okay. Met tv. Ja, je moet nog een tv meubel. Heb ik Friday gekocht? Nee, dit heb ik besteld. Oh, op ja. Splu. Oh, dat ken ik ja. Splu. Leuk, leuk. Nice. Is Samsung TV? Ja, maar oh. Mijn lamp staat aan. Oh. Nou, en een master bedroom. Nice. Ja, ook nog een tv. En is het Emma Sleep? Nee, oh. Dit is dekbed discounter. Oh ja, ja dekbed. Volgens mij is de code Thomas 15 geld. Nou jongens, oh, Thomas 15. En ja, een Teddy dekbed. Oh my god, I love it. En hier heb je een balkon. Of niet? Nee. Gewoon ramen. Mijn balkon is daar. Oh, je, daar, oh. Nou, echt jongens. Zo, ik ben zo trots op jou. You, ja, did it. Sarah, you did it. Allemaal dankzij Sarah. Nou. Ja, nee, dankzij Sarah. Jij hebt gedaan. Nou, laten we even cheers. Ja. Ja, cheers. To the new year. To the new year. Oeh. Oh my god. We hebben het hoor. Made by the chef. Ja, soep. Jullie hebben dit gisteren ook op, toch? Ja, eigenlijk moet je hem een dag van tevoren maken. Want nu zie je het lekker. Nu zie je het lekker. Oké. Okay. Gisteren was ook wel lekker, maar nu jongens, hier komt de... Review. Oh mijn god. Dit heeft zoveel smaak. Mm-hmm. Maar als je zeg maar, hoe minder erin zit, hoe meer smaak het krijgt, lijkt het wel. Bedoel, dat is ja? De enige die dat heeft. Ja, hij moet eigenlijk wel goed gevuld. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Wat bedoel je? Ja, omdat hij gevuld is. Als hij bijna op is, dan zit er zoveel smaak in. Ja? Mmm. Maar... Het is vol. Je vol? Nou, ik eet het wel op hoor. Ik ook, het is zo maar dit lekker. Maar het is gewoon iets wat ik gewoon niet meer dan twee keer per jaar maak, omdat het gewoon... Kijk, mijn stiefmoeder is Surinaams. Ja. Dus die doet dit gewoon met haar ogen dicht. Maar ik heb altijd zieke stress als ik dit maak. Ja, eigenlijk niet, maar gewoon ik ben altijd stappen. Bezig met wat ik nou allemaal eigenlijk moet doen. Mm-hmm. Dat is wel echt veel werk hoor. Ja, ik was er vijf mm. Maar ik heb ook wel echt lekker mijn tijd genomen dus. Dat is echt lekker. Cool, cool. Dat is echt heel lekker. Mm. I love it. Dit is echt my vibe. Ja, zo lekker in de winter. Is het niet in love with you? Dit is zo... The silence is loud. Ik ben gewoon een playbacker. I'm a muser. With you, I'll never leave. I can't do this thing with me, cause I'm dangerously in love with you. I'll never leave. I can't do this thing called life without you. You're hearing me, cause I'm. We zingen allemaal vals, maar maakt niet uit. En ik zeg bloedig. Goedemorgen, man. Het is vandaag vrijdag. Ik ben echt best wel een beetje een soort brak van die drankjes doen gisteren. We hadden echt veel gezopen, maar ja. Dat is wel heel gezellig. Ik ga nu... Vandaag heb ik de hele dag een shoot van zonnebrillen.com. Ik ga lekker mijn zonnebrilletje opdoen. Ik kom helemaal in stijl. Is dit een leuke? Zonnebrillen.com is echt freaking best. Maar ik ga dus met hun shooten. En Zoe is er ook, dus dat is wel heel gezellig. Maar ik heb haast en ik moet gaan.
morgen allemaal. Het is vandaag vrouwendag. The woman was too stunned to speak. Ja, maar dat schat, dat lijkt zo. Oh, maar ik wil wel even zo'n lotion meenemen. Oh ja. Dat moet echt. Ja, ook voor die... Ik had zo'n sunning lotion, weet je wel. Ja. But I don't know where it is. Maar, wat gaan we doen? We gaan zometeen... Ja, hoe laat is het nu? Het is al 10:30 geweest. Let me see with my new Apple Watch. Nee, oh. Dus over... Ja, we gaan zo eten. Oh, gewoon een kleine ontbijt doen en dan ja. Body shred. Ja. Body shred derby. Ik wil dat eigenlijk wel één keer in de week doen. Ja, ik ook. Maar nu heb ik een nieuwe klaasbrus, maar ik ben al echt super... Die laagste fee. Ja, ik heb echt koude. Ik heb echt 60 graden of zo. Ja, nee, maar ik kan niet zo veel betalen. Nee, maar ik wil ook meer naar Booty Club gaan, maar is het altijd vol? Ja, het zit altijd vol. Ik zet ook die wakker voor 6 uur voor die week daarna. Ja. Oh. Ja, ik ook. Ik zet letterlijk een wekker om 5 uur, om hem precies die week erna om 5 uur te boeken. Wat is voor bronzer? Gewoon, het is gewoon altijd vol. Het is echt koude irritant. Ja. Maar ook bij Oost, hè? Niet alleen ja? Bij single. Oh, dit is het. Ja. Hier is mijn helemaal... best friend. Ja. Juist. Sunscreen. Oh, je doet ook sunscreen. Elke dag? Ik niet. Elke dag. Daarom heb ik botox nu al. Ja. Oh, by the way, who's it going? Let's see. Juist. Oh! Klein beetje, ik heb wel zien. Ja, doe even. Je moet wel een touch-up doen in februari. Doe even. Ja, ja. Je ziet niet. Ja. Maar no promoting botox. Echt absoluut niet. No, if you wanna do it, do it. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Nee. Ik ga mijn volgers niet promoten. I'm a bad influence. Ja. Ja. Kutwijf. Nee. Hard pain. What the fuck gebeurt hier? Ja, dat ding is kapot. Ja, maybe say it, hè? Ja, ik wist niet dat jij je make-up ging doen. Ja, niet een klein beetje. Maar we gaan naar de zonnebank. Ja, zo? Anders ben ik echt fucking wit. Ja, kijk hoe wit ik ben, joh. Yo! Hier. Oké, doe je. Nee! Oh my god, we hebben net, oh shit, holy shirt gedaan. Echt helemaal dood. En ik had Asics, Asics. Running shoes en nu zijn we in de winkel omdat Merel of Maggie. Ze ook willen. Welke maat? 38. Je moet ook voor haar lopen schoenen en 1 maat groter dan normaal. Ja, maar die van mij zitten gewoon goed en dat is 39. Maar jij bent 38 normaal. Ja? Maar jij hebt ze net gepast, die van mij. Ja, ze zijn groot, dit is 38. Maar is het nu goed? Ja. Ja. Het is beter. Ze zijn net cloud pillen. Ja. Oh, ja. Hoe vind je met dit? Ja, fucking weet. Ja. Kijk, we hebben ook deze. Nu in het roze. Maar ik vind deze denk ik wel leuker. Ja, want ik denk met de witte zijn sowieso super snel. Vies. Oh ja. Oeh, wat cool. Ja, dat is hier maar. Met die outfit. Ja. Pas wel? Nou, nah, dat is echt heel leuk. Ja? Ja. Nou, het is inmiddels avond. 5:30 of zo. Ik loop nu naar mijn auto toe. Ik ben mijn fucking Apple Watch vergeten bij de zonnebank. Heel dom, dus daar moeten we nu langs. Morgen gaan we lekker uit eten met Stan's familie. Dat is opa en oma 55 jaar getrouwd. Het is helemaal gezellig weekend. Maar mijn auto stond best ver geparkeerd omdat het helemaal vol stond. Maar goed, daar loop ik nu even naartoe. En nou, dat was even een lekker dagje hoor. Gesport, gechilled. Nou, tot op zaterdag. We gaan gezellig eten met de girls. Because we love it. We hebben lekker cocktail station. Nou, niet normaal. En helemaal borrelplankt. Oh, we hebben sushi. Nee, wat schattig. Ja, een kleintje. Het is zo'n succes. Het is echt een succes. Ja, ik ben echt trendsetter. Ja. Ik wist echt dat jij dit heel lekker zou vinden. Dat is echt jouw smaak. En er komt lekker kip en we hebben een soep.
En, zo leuk. Maar dat komt er maar nog op. Nou, meid. Cheers. The good life. Dan ga je je body. Nee, doe ik al wat gemaakt. Nina moet een shootje Baileys, maar ze vindt het helemaal niet lekker. Ja, lekker. Kom maar, 3, 2. Het is geen beker. Oh, ik ben zo bang gekotsen. Ja, nee, ga ik niet doen. Oké. Hoe heet die editor ook alweer? Ido. Ido, twijfel even of je dit erin doet. Dat mag erin, Ido. Ik Sarah. Ik zou Gossip Girl. Zijn die stukjes erin dan? Stukjes? Ik heb een hele shot, een eierdop vol met gin. Maar ik wil wel even wat wegspoelen hebben. Hoe leuk om jaren stemmen samen avond. Luister, ja. Ga je niet meer meemaken alweer? Nee. 7 jaar. Het is precies 10 jaar. Het is precies 10 jaar. Maar jouw jaar ervoor. Ik wil gewoon een beetje leven. Met gin. Deze dat doe ik ook. Doe samen, oké? Ga maar dan! Meisjes blijven meisjes, maar niet meisjes. Alles gaat traag. Hey. Nee, wat doen jullie nou? Oké, dit is het niveau vanavond. Jullie kijken maar even. Something in my hoofd. Want ik heb hier een afteller van 10, zeg. Dan ga ik aftellen. 10. Nee, ik zeg 10. Heb je niet een shirtje? Ik heb een shirtje. Ik heb een shirtje. Ik heb een shirtje. Ik heb een shirtje. Maar ik heb niks. Mag je mee? Nee, nee, nee. Hallo allemaal, het is zondag. Ik heb me klaargemaakt, want we gaan zo meteen uit eten. Ik heb er mijn favoriete visje aan, want de kotsen is klaargemaakt. Ik heb echt een mega kater, dus ik ga er nu vandoor. Doei. Het is inmiddels alweer maandag. Dat betekent dat de week voorbij is. Dus ja, ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Ik vond het zelf weer een hele leuke week. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Vergeet mij zeker niet te supporten door me te volgen op Instagram en TikTok. Allebei Sarah Verwoerd. En ja, dan zie ik jullie heel snel weer. Wellness. I guess I'll be on my way now.